praten op je fiets. Inderdaad, hup, lopen jij. Steun ook de strijd tegen kinderkanker en doe mee met Run voor Kika in Londen of New York. Ga naar runvoorkikamarathon.nl. Tot 70% korting. Dat kan alleen tijdens de woonwaanzinweken bij Goossens. NPO Radio 1. NTR. 1 op straat. Met Marianne van den Anker. Welkom bij 1 op straat met het rauwe nieuws, ongecensureerd en altijd met de betrokkenen zelf. Vandaag vanuit Meppel, de woonplaats van Annette Stekelenburg, haar man Leenart en hun 3 kinderen. Jasper van 20, Marlijn van 16 en Meert van 14. Deze week hebben wij elke avond iemand bij ons die in het middelpunt staat van een bijzonder levensverhaal. En de personen zelf zijn ook vaak het middelpunt in onze bus, omdat we alleen met hen spreken. En vandaag doen we dat met Annette Stekelenburg. Want zij is mantelzorger puur zang. Ze zorgt voor haar 2 kinderen met een progressieve spierziekte en haar man Leenart, die ook leidt aan dezelfde spierziekte. En haar oudste zoon heeft daarbij ook nog eens een keer ADD. En eigenlijk als enige alleen maar ADD. Annette heeft haar eigen baan opgezegd om 24 uur per dag voor de kinderen te kunnen gaan zorgen en ook voor haar man. Maar vanaf 1 mei krijgt ze €6.000 minder, omdat het persoonsgebonden budget wordt gekort. Ook wordt haar mantelzorgtarief gekort en op die manier kan Annette niet meer rondkomen. De vraag is nu, moet ze buiten de deur gaan werken en de zorg voor haar kinderen en haar gezin aan een ander overlaten? Is dat haalbaar? Want sinds gisteren is het ook nog eens een keer zo dat de gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor de 3 decentralisaties. En we zullen zo in het gesprek merken dat elk lid van dit gezin Stekelenburg/Bal onder een andere regeling valt. Welkom Annette. Dankjewel. Heb ik het een beetje goed verteld, hoe dat allemaal in elkaar zit bij jullie thuis? Nou, het is bijna goed, maar de €6.000 korting, dat is al vanaf 1 januari. Dat is namelijk de 12,5% korting die de zorgverzekeraar heeft opgelegd op alle pgb's. Oké, en komt er dan nog iets aan, Annette, aan bezuiniging? Of is dit het dan wel zo'n beetje? Daarbovenop geteld is het in ieder geval zo dat ik heb begrepen dat je eigen, hoe noem je dat? Je eigen risico ook meteen afgeschreven wordt in januari. Dus ook dat gaat er nog af. En verder weet ik het nog niet, want van de gemeente weten we nog niet welke bedragen er aan vastzitten. En dan hebben we ook nog niet duidelijk wat er precies gaat komen. Poeh, nou, dat wordt in ieder geval nog een flinke puzzel, maar laten we de boel eens ontrafelen door een dag in jouw leven door te nemen met zorgtaken. Waar bestaan die allemaal uit? Waar zal ik beginnen? Nou ja, we worden wakker. Bij het begin, we worden ja. wakker op een dag. Nou, de bel dan, gaat van ja. het alarm dat de ja. dag begint. Ja, nou, dan maak ik mijn dochter wakker. Dat gaat iets langzamer als bij hele gezonde kinderen. Die springen op en gaan aan de slag. En bij haar duurt het allemaal net even wat langzamer. Gaat het allemaal net even wat langzamer. Ze gaat daarop zich aankleden. Neemt ontbijt. Niet een gewoon ontbijt, maar een drinkontbijt. Dat is allemaal iets makkelijker te doen. En dan breng ik haar naar school. In deze periode. Als het koud is, breng ik haar naar school. Als het warm is, kan ze fietsen. Ze heeft een fiets met elektrische trapondersteuning. En dan gaat het heel uitstekend zelf. Maar als het kouder wordt, dan wordt het gewoon wat lastiger. En dan heeft ze de energie nodig om warm te blijven. En dan zou ze al moe zijn op de helft van de dag als ze nog op school moet zitten. Maar goed, dat is Meert op pad. Dat is Meert op pad. Ondertussen moet ik dan ook mijn oudste zoon activeren. Want met ADD is het schema van de dag altijd even wat ingewikkelder. Dus die moet ik manen dat hij toch echt naar school moet gaan. Die gaat dan redelijk zijn eigen gang. Maar moet wel met een paar dingen dat hij niet vergeet dit en niet vergeet dat. En dan loop ik nog met een paar dingen achter hem aan. En dan gaat hij ook. Dan maak ik mijn echtgenoot wakker. En die slaapt altijd zo rond tot een uur of 9. Dan houdt hij het goed vol tot een uur of 2 's middags. En dan gaat hij weer even slapen, omdat het anders te vermoeiend wordt. Nou, die redt zichzelf verder. En dan hebben we Merlijn en die maak ik om 9:30 wakker. En Merlijn die moet dan eerst even aan de zondevoeding. Of even, laat dat even maar weg. Die is dan 1,5 uur bezig met zondevoeding.
En daar moet ik bij blijven. En ik moet hem aankoppelen. En dat vraagt een bepaalde handeling. Want ik moet goed horen of het allemaal goed zit. En mijn lijn heeft ook last van autisme. Dus op het moment dat er een piepje gaat, of het gaat allemaal niet zo zoals het eigenlijk elke dag gaat, dan vindt hij dat niet fijn. En dan moet je toch bij hem in de buurt zijn. Daar komt bij dat hij regelmatig zijn zonde nog uitspuugt, of dat hij daar niet misselijk van wordt. Dus hij zet ook heel vaak de pomp weer uit. Dus het duurt gewoon heel lang voordat hij klaar is met eten. Daarna gaat hij zichzelf aankleden. We hebben ervoor gezorgd dat zijn kleding zo goed mogelijk zelf aangetrokken kan worden. En dan moet ik alleen nog wel even zijn veter strikken, want dat lukt niet zelf. En dan gaat hij ook naar school. Breng je hem dan? Of nee, dan komt er een taxi voorrijden om 11 uur. En die haalt hem op. En dan gaat hij naar Zwolle, naar de Mithielschool. En daar verblijft hij 2 uurtjes. En na die 2 uurtjes komt hij weer terug. En dan is hij weer bij ons. En dan moet hij weer aan de voeding. En dan komt de rest van het gezin ook langzamerhand weer thuis. En gaat Lennart de man weer slapen. Ja. Hoeveel uur per dag ben jij aan het zorgen? Ik denk bijna elk, ja, op de uren nadat ik even slaap. Zelf overdag even af en toe een wegvallertje? Ja, nee. Maar gewoon als ik 's avonds, 's nachts slaap, zeg maar. En ik denk dat 2 uurtjes dat mijn lijn weg is. En als alle kinderen weg zijn. En ik moet eerlijk zeggen, wij kijken elkaar vaak aan, mijn echtgenoot en ik, van hey, ze zijn allemaal weg vandaag. Nou, dat gebeurt niet vaak. Er is er altijd wel 1 ziek thuis. Of als wij denken van hey, het begint een vrij normale week te worden, dan gebeurt er iets waardoor het niet meer normaal is. Dus wij zijn niet anders gewend dan dat er ongeplande zorg komt op momenten. Of er is iemand veel te moe om naar school te gaan. Of er komt elk griepje komt langs. Als er op het journaal gezegd wordt, er komt een griepje, dan is die van mij erbij. Is die bij jullie in huis ook al lang? Bij iemand heeft hij dat griepje post gevat. Ja. En dat is zeg maar gewoon normaal hoe een schema gaat dan in de week en gedurende de dag. Ja. Want het zal met het naar bed gaan niet anders zijn. Dat kost veel tijd en heeft zorg nodig. Ja. En heb je natuurlijk ook nog momenten dat ze naar een dokter moet, of naar een arts, of naar een revalidatiecentrum. Ja. Er zitten weken bij dat ik bijna dagelijks op het revalidatiecentrum zit. Ik probeer heel erg daar duidelijk te maken dat het handig is als we dat een beetje kunnen koppelen aan elkaar. Het blijkt heel ingewikkeld in de systemen van zorg om te kijken naar niet de individuele patiënt, maar naar het gezin als geheel. Ik moet zeggen dat in het revalidatiecentrum, na een heleboel keren daarover praten en een heleboel keren daarover een klacht ingediend te hebben, dat wel begint te landen. Dus ook daar zijn ze heel erg bezig met hoe kunnen we dat nou veranderen. Dus langzaamaan komt het. Maar het gebeurt wel. Dat ze zit op bijzondere tandheelkunde. Dat zit in Zwolle. Ze moeten naar het UMCG in Groningen. Daar zitten ze dan een hele dag. Want dan komen ze achter elkaar, komen de specialisten bij hun langs, zeg maar. Revalidatiecentrum zitten we echt elke week, sowieso. Mijn man zit daar sowieso ongeveer 2 keer per week een dag. En ik moet voor een deel daarin mee. En mijn kinderen moeten ook nog daarheen. Heb je nog tijd voor jezelf? Ik maak tijd voor mezelf. Dus ik heb het ook. Want ik vind dat belangrijk. Anders zou ik het ook niet volhouden. En daar komt bij dat ik een aantal goede vriendinnen heb die regelmatig zeggen, en nou gaan we even wat doen. En dan doe ik dat ook. Dus 1 keer in de zoveel tijd ga ik een keer een dagje naar de sauna. Ik heb 1 keer per jaar een respijtzorgweekje. En dan zit ik met vriendinnen in Zwitserland. En dat is echt genieten. En dan probeer ik ook zo weinig mogelijk naar huis te bellen. Maar dat lukt niet altijd. En het wordt wel steeds ingewikkelder om dat erin te houden. Maar feitelijk betekent het dat jouw leven in dienst staat van jouw gezin. Ja. En niet omdat ik ervoor gekozen heb, want je zei ook mantelzorger, hè? Kijk, ik ben natuurlijk, in mijn hoofd ben ik geen mantelzorger. Ik ben gewoon moeder en vrouw. Ja, partner, ja. Moeder van 3 kinderen. Ja, en ik doe gewoon wat nodig is voor ons gezin om een beetje gelukkig in het leven te blijven staan. Maar daarvoor was het wel nodig dat jij je baan opzij. Ja, en dat heeft heel veel pijn gekost. En dat heeft ook voor mijzelf. En dat ik gedacht heb van ja, waar sta ik nou zelf nog? En wat ben ik nou nog? En alle rouwelementen komen dan langs. Maar nu dat eenmaal
Een beetje ingesleten is of ja, gewend. Ja, nu is het ook goed zo, zoals het is. En merk ik ook dat ik mijn deskundigheid ook op deze manier weer kan inzetten. Binnen mijn eigen gezin. Maar Annette, jij zegt het is goed zoals het is. Ik voel me eigenlijk geen mantelzorger, maar veel meer gewoon moeder en partner. Maar er gaat ongelooflijk veel veranderen in het land. En dat is eigenlijk gisteren dan per wet ingetreden. En jij gaat daar in de praktijk van alles en nog wat van merken. Waar ben jij het meest bevreesd voor? Nou, dat klinkt misschien gek, maar ik ben eigenlijk niet zo bang. Je kan kiezen om in angst te gaan leven, maar dan zou ik geen leven meer hebben. En ik heb maar gedacht, laat ik maar in hoop gaan leven. Dus laat ik maar mensen helpen om het op een andere manier te gaan doen. Wat hoop jij? Nou, ik hoop heel erg dat mensen het gaan winnen van systemen. Ik zou zo graag zowel mijn wethouder als de meneer van Achmea, die bedenkt dat wij in al die loketten terecht moeten. Dat die naast elkaar komen zitten met mij. En dat we met z'n drieën gaan kijken, hoe kunnen we nou één plan, één gezin en één regisseur. Dat was het idee ooit. En hoe kunnen één we gezin, dat nou één plan, gaan... één regisseur, één budget, één coördinator. Ja, ja. Dus dat we echt gaan transformeren. En dat er echt een menselijke maat komt. Nou, dat zou, wat mij betreft, is dat ongeveer wel wat ik zou willen. En ik probeer steeds om niet boos te worden als er dingen op mijn pad komen, maar om elke keer mensen weer te verleiden om met mij mee te gaan op die weg. Zo van, laten we nou, want iedereen die mijn verhaal hoort, die snapt dat er op ons gezin geen plaatje te leggen is die in beleidsregels te vangen is. Nou, dan heb jij in 2009, Annette, al een keer voor de lol gezegd gezin te kopen. Hè, met de problemen waar we het net al even over hadden, waar jouw kinderen mee worstelen. Ook jouw man met een progressieve spierziekte en een zoon met ADD. Als geintje. Zo van, jongens, dat was in de periode dat het PGB wellicht zou gaan verdwijnen. Is dat iets waarvan je zegt, dat is zo belangrijk voor gezinnen waarin meerdere gezondheidssituaties en andere problemen spelen, dat persoonsgebonden budget, dat maatwerk in de lucht blijft? Het is voor ons als gezin eigenlijk de enige manier om nog als gezin een beetje te kunnen blijven functioneren. En als Achmea niet luistert en de wethouder hier, Henk ten Hulscher, ook al heeft hij een prijs gekregen voor beste politicus van het jaar, niet luistert, dan dreigt toch mogelijkerwijs dat jouw gezin wordt opgeknipt in een participatiewet, een WMO-wet, een jeugdwet, de verzekeraar die een stuk betaalt en dat iedereen een eigen lijstje heeft en een eigen situatie-inschatting maakt. En die gaan dan voor jullie bepalen wat nodig is. Nou ja, dat is wat er op dit moment gebeurt. En ik denk niet dat dit is wat de staatssecretaris heeft beoogd. Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat het idee was dat we dichtbij, hoorde ik hem zeggen, de gemeentes moeten het gaan doen, want die kennen de burgers en die kunnen dan dichtbij en die kunnen dan op een menselijke maat de zorg inregelen. En wat ik nu krijg is een formulier van het Zilveren Kruis waarbij staat dat ik per 5 minuten moet gaan registreren. Jij, omdat jij voor jezelf, want dat is voor de luisteraars misschien helemaal niet duidelijk, maar jij krijgt zelf een stuk van het zorggeld om voor je kinderen te zorgen, want anders zou een dure hulpverlener dat moeten doen. Je hebt gezegd, ik doe dat dan zelf. En daar staat uiteraard geld tegenover. Ja. Jij moet verantwoorden wat je daarvoor doet. Ja. Per 5 minuten. Per 5 minuten. Want dat is nou eenmaal het systeem wat de wijkverpleging heeft. En dat hebben we dus ook opgelegd aan alle PGB-houders. En heb je waarschijnlijk, ik kan me dat dan bijna niet voorstellen hoe zo'n formulier eruit ziet, maar is dat dan sokken aantrekken, dus zonder voeding op stilzetten? Nou nee, weet je wat het uiteindelijk is? En wat er ook gaat gebeuren, is dat ik heb een indicatie van 26 uur. Die ga ik omrekenen naar 5 minuten. En dat ga ik dan invullen. Maar ik weiger eigenlijk om in dat systeem mee te gaan. Dus ik ben gewoon, ik weet wel hoe ik het makkelijk kan omzeilen. Maar ik vind dat we met elkaar moeten bedenken dat dit soort dingen gewoon voor mensen niet, nou ja, dat je hier gewoon van achtersteboven, van ondersteboven raakt op het moment dat je op 31 december zo'n brief krijgt. Ja. En jij zei ook, Annette, dat eigenlijk de gemeente Meppel tot nu toe nog geen contact met jou heeft gezocht. Nee, ik heb met de gemeente Meppel wel contact gehad. Ik heb alleen nog geen formele beslissingen gehad over welke zorg ik nou ga krijgen en hoe ik aan mijn geld moet komen. Dus ik weet gewoon niet. Mijn zorgcontract heb ik opgestuurd naar de Sociale Verzekeringsbank. Dat moest.
Maar ik weet helemaal niet of dat al is goedgekeurd en hoe ik dan mijn geld ga krijgen. Maar ik heb ook al vernomen dat de gemeente nog niet eens weet of de miljoenen al op de bank van de gemeente zijn bijgeschreven. Michael, dat is allemaal eigenlijk ontstaan omdat er wat is gefraudeerd met PGB's. Dat mag natuurlijk ook helemaal niet. Nee. Maar heb je het gevoel dat de goede dan onder de kwade lijden? Nou, ik heb het gevoel dat we denken dat we met systemen en met controles fraude tegen kunnen gaan. Maar ik denk dat als we buiten de systemen leren gaan... Stel nou dat je ons gezin echt als gezin gaat bekijken. En je zou daar mij één modaal niet meer dan vanzelfsprekend trouwens, Annette. Dat jouw gezin als een gezin wordt gezien. Ja, maar ik zit nu, en dat heb je nog niet genoemd... maar ik zit zo meteen bij 4 verschillende loketten met mijn zorg. En ik noem ze eens op. En mijn dochter gaat naar de jeugdwet. Mijn zoon gaat naar de intensieve kindzorg bij de zorgverzekering. Mijn oudste zoon gaat naar de WMO... En mijn echtgenoot gaat naar de participatiewet en de WMO. Dat zijn te veel loketten voor één gezin. Als ik dat allemaal zou moeten. Als ik dat allemaal zou moeten bijhouden in registreren en in declareren en in. Ja, dan heb ik daar een dagtaak bij. Dat is ondoenlijk. En waarschijnlijk zitten er aan de andere kant, zomaar even uitgerekend, ook allerlei ambtenaren of mensen bij een verzekering werken. Ook allemaal met jullie dossier in de hand. En de een zegt dan, nou ja, ik heb de zoon. En die is geboren dan en dan, heeft dat en dat. En ik, ja nee, ik ben van de man. Ja. En het is natuurlijk uiteindelijk krankzinnig. Want dat kost namelijk, denk ik, ook heel veel geld. Is dat wel eens uitgerekend? Hoeveel mensen er bezig zijn met jullie gezin? Nee. Maar ik zou het wel, dat zou ik wel een aangename vinden. Ik denk dat het heel veel geld kost. En iedereen die ik ook spreek, en dat moet ik wel zeggen... Zowel van de zorgverzekering als van de gemeente... en die mijn verhaal horen, zeggen allemaal van... ja, maar zo moeten we dit niet doen. Dus mensen zijn wel van goede wil. Waarschijnlijk kunnen ze ook in een soort onder ons... zeggen, dit is toch eigenlijk te gek voor woorden en dat systeem. Dat zou toch eigenlijk gewoon in dienst moeten staan van de mensen. De menselijke maat moet overigens. Maar het lukt kennelijk niemand. Wie moet er nou uiteindelijk echt aan de knoppen gaan draaien? Nou, uiteindelijk moet de zorg vragen. En in dit geval ik met mijn gezin moeten de regie krijgen. Daarbij is het natuurlijk logisch dat in tijden van schaarste... je best met wat minder zou moeten. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Maar ik denk dat het met minder kan op het moment dat je die gekte erachter weg haalt. Dus, maar met minder kan, je krijgt nu 26 uur zorg toegekend. Ja, minder kan niet. Minder kan niet. Nee, dus wat valt er dan te bezuinigen? Nee, ik bedoel eigenlijk dat als je 26 uur zorg hebt... en je zorgt meer dan 40 uur, want ik zorg gewoon elke dag constant... Ja. Dat je al die uren extra... Ik bedoel, met een modaal inkomen ben ik echt tevreden. Dus als we even het helemaal zouden afpellen... en zouden bedenken wat jouw oplossing is als ervaringsdeskundige... in deze complexe situatie waarin jij zit... zeg je eigenlijk, geef mij een modaal inkomen. Ja. Plus wat er natuurlijk nodig is aan gewoon zorg. Want als een arts bezocht moet worden... kan je dat natuurlijk niet uit je modale inkomen betalen. Nee. Dat hoeft niemand in dit land te doen. Ja. Geef mij een modaal inkomen en... Ik zorg voor mijn gezin en dat doe ik nog met liefde en plezier ook. Ja, en het enige wat er dan het verschil zeg maar met een mantelzorgtarief... wat dan gaat naar 20 euro, en ik snap dat best... want als ik dat voor mijn moeder die ik zou verzorgen zou krijgen... ja, dan zou ik niet eens aan denken om daar een PGB voor aan te vragen... bij wijze van spreken, dat doe je uit liefde, bij wijze, hè, zo. Maar als je de hele dag bezig bent en je kan niet anders... als zorgen voor je kinderen, omdat het gewoon niet goed is... voor de kinderen, nog voor het gezin... Om dat door een vreemde te laten doen, omdat er dan veel te veel prikkels komen... dan kan je niet zeggen, er komt een mantelzorgtarief van 20 euro... zonder pensioen, zonder vakantiegeld, zonder vakantiedagen. Geen respijtzorg meer. Ik bedoel, er is niks. Nee, dus jij zegt, het is Annette Stekenburg, die zorgt voor haar gezin. Ik heb mijn bedrijf ervoor opgezet, ik doe dat ook. Niet als mantelzorger, maar gewoon als moeder en als partner. Dit is nou eenmaal wat ik dan ga doen in mijn leven en met mijn leven. Ja. Daar heb je wat pijn voor moeten ervaren. Want je had een bloeiend bedrijf en dat heb je opgezegd. Maar dit ga je dan doen. En als samenleving kost ons dat dan gewoon een modaal inkomen voor jou... en normale pensioenopbouw. Nou, dat zou ik wel redelijk vinden. En dat zou betekenen als dit jouw oplossing is. En ik denk dat het in heel veel gezinnen speelt... waar complexe zorgproblemen zijn voor meerdere gezinsleden. Dat de situatie zo is. En de ene keer zal het een partner zijn... maar het kan ook natuurlijk een extern iemand zijn. Ja. Die we gewoon met elkaar vergoeden. Ja. Dan moeten...
de directeur van de zorgverzekeraar, plus de wethouder, plus de staatssecretaris, eigenlijk dit met elkaar mogelijk gaan maken? Ja, ik zou het echt geweldig vinden. En ik heb ze er ook al toe uitgenodigd. Ik heb mezelf ook al heel vaak uitgenodigd. En ik moet zeggen, de wethouder wil dat ook wel. En Achmea hoop ik echt nog een keer mee aan tafel te komen. Maar die krijgen natuurlijk systeemstress. Want dan zijn ze bang voor precedentwerking. Ja, maar het idee was nou juist net met die hele nieuwe wet dat we gingen niet meer zeggen dat je recht had op iets. We zouden kijken wat iemand nodig had. Laten we dat dan ook gaan doen. Dat betekent dat er verschillen komen. Verschillen tussen gemeentes, maar ook verschillen tussen gezinnen. En het kan best zo zijn dat in mijn geval er een ander tarief tegenover staat dan in iemands geval die op een hele andere manier de zorg nog naast haar werk kan doen. Ja, en daarmee doe je eigenlijk ook op het feit dat mensen, als ze eenmaal een huis, bepaald huis hebben betrokken, dat dat betaald moet worden. Toch? Ja, nou ja, kijk, als je ons nou ongelukkig wil maken, mm-hmm, en je wil nu nog verder gaan met deze slag, we moeten nu €6.000 inleveren. Daarmee zeg je eigenlijk tegen ons, of tegen mij, zeg je dan, ga maar weer werken. Dat vind ik prima, hoor. Ik vind het prima als de maatschappij, als we als samenleving zeggen, je mag niet meer zelf voor je gezin zorgen, betaald. Nou, prima, dan ga ik weer werken. Maar je zegt wel prima, maar volgens mij hou jij zoveel van je kinderen dat je ze dat ook eigenlijk niet aan wil doen, toch? Nee, want dat betekent dat ik één kind waarschijnlijk moet zeggen van, joh, het is beter als je ergens anders gaat wonen. Ja. Nee, dus eigenlijk wil je dat natuurlijk helemaal niet. Nee, dat wil je niet. Maar ik bedoel daarmee te zeggen dat als je dat dan wil, dan moet er veel meer geld komen om die intensieve kindzorg thuis te leveren. Ja, wat als maatschappij waarschijnlijk duurder is. En dan komen er zoveel bijkosten erbij. Want dan moet jij zelf naar de psychiater. Omdat jij gek bent geworden van het systeem en het niet hebt gered. Ja. Nee, het is veel duurder. Want de intensieve kindzorg, een van de criteria, is permanent toezicht. Maar als je mij een indicatie geeft van 26 uur. En tegelijkertijd zeg je, er moet permanent toezicht zijn. Ja, en wie gaat dan de rest van die uren permanent zitten toe te zien? Nou, en bovendien kan je ook een klein grapje, hoor, ook natuurlijk niet permanent toezien als jij al die administratie moet invullen. Nee. Dat jij per 5 minuten moet verantwoorden. Nee, ja, dat kan dan in die 2 uurtjes dat je naar school gaat. Wat bent je aan het doen? Nou, ik heb 5 minuten lang permanent toezicht gehouden. Het is uiteindelijk ook iets om krankzinnig van te worden. Ja. Kan jij begrijpen waarom we nu zitten in de situatie waarom we erin zitten? Nou, ik kan wel begrijpen. Kijk, we hebben natuurlijk een transitie te doen. Mm-hmm. Hè? Dus we gaan transformeren. Er wordt anders tegen zorg aangekeken. We gaan kijken hoe het anders moet. Wat er is gebeurd is dat alle zorgen op één hoop is gegooid en dat daar één geprobeerd is om één beleidsregel voor te maken. En ik vind levenslange zorg echt iets anders als ouderenzorg, om maar wat te noemen. Mm, omdat dus dat jouw kinderen ook chronisch ziek zijn. Ja, ik bedoel, en het is echt anders of jij als kind al zorg nodig hebt. Want als ik weet dat ik ouder word. En ik weet ook dat ik dan zorg moet gaan krijgen. En ik weet ook, daar kan ik al een beetje rekening bij houden. Maar dat kan je niet als je als kind geboren wordt en je krijgt een erfelijke ziekte mee. Dus ik vind dat daar wel een onderscheid tussen had mogen komen in de regelgeving. Nou ja, dat heb je dan nu maar weer gezegd op Radio 1 bij 1 op straat. Ja. En feitelijk zeg je tussen de regels door ook, Annette, kom bij mij ook langs voor advies. Want ik heb wel wat te zeggen hierover. Ja, maar en ik denk dat er zoveel meer mensen zijn. Ik merk dat mantelzorg vaak hele krachtige mensen zijn. Want als je kan wat ik kan in mijn gezin, dan ben je echt een goeie. Maar nou zei je net in het begin van de uitzending, ik ben geen mantelzorg, ik voel me ook niet zo. Nee, maar ja, ik weet wel wat de term is. Hè? Ja. En ik weet wel dat ik hokje. Zo. Ja, precies. En dat geeft ook niks. Ik noem mezelf ook sprekende mantelzorger. Want we zijn met een aantal mensen waar we in ook wel wat lezingen geven door het land heen. Dus wat dat betreft gebruiken we die term natuurlijk zelf ook wel. Maar wat ik zou wel graag willen dat mantelzorg iets meer ook een krachtterm wordt in plaats van een term van zielige mensen. Ja, nou, nog even, en wij zijn de doelgroep, hè? En dat, worden we ook allemaal ouder, hebben we het ook allemaal nodig. Maar goed, jij zei dat is voorspelbaar, daar kan je rekening mee houden. In jouw situatie is dat niet zo. Jouw oplossing, Annette, is zorg voor een familiebudget. En als er een partner is die voor man of vrouw en kinderen wil zorgen, laten we dat mogelijk maken. Voor jou is het ook belangrijk dat je dan in je eigen huis kan wonen. Dus dat moet gecompenseerd worden, dat je ook nog pensioen opbouwt. Het lijkt mij alleszins redelijk. Het lijkt mij
ongelooflijk moeilijk om dit door de politieke arena heen te loodsen. Want heel Nederland zit natuurlijk in de kramp dat er weer misbruik wordt gemaakt, et cetera. Maar ik denk dat we met z'n allen veel duurder uit zijn als we jouw gezin in partjes opknippen en alle kinderen in verschillende systemen hebben, dan wanneer we luisteren naar jouw eerlijke oproep en jouw daadwerkelijke verhaal over hoe je het kunt oplossen. Maar nou ben ik zelf moeder en ik ben ook heel erg benieuwd. Jouw kinderen waren het even hier in de bus. Hoe doe je dat, zorgen voor kinderen die erfelijk ziek zijn en ook nog progressief ziek zijn? Nou, dat is niet altijd makkelijk. En dat gaat de ene dag ook beter dan de andere dag. En het is natuurlijk zo dat je er nooit aan gewend raakt. Want tegen de tijd dat wij gewend zijn aan bijvoorbeeld een zondevoeding, dan komt er een specialist die belt en die zegt: goh, we moeten nu een volgende stap gaan nemen. En er moet nu een pechzonde komen. Dat is een slangetje in je buik, zeg maar. Het gaat dan steeds erger. Dus het is gewoon progressief. En dat geldt ook voor mijn echtgenoot, die natuurlijk toch steeds iets minder mee kan doen in die zorg. Dus er komt niet alleen maar, zeg maar, lichamelijke zorg bij en heen en weer rijden en zonder voeding, maar ook de psychische zorg. Nou, dat vind ik het meest ingewikkelde. Want de ziekte is ook niet alleen maar spieren. Want het heet wel een progressieve spierziekte, maar ook de hersenen doen mee. Dus ook de organen worden afgebroken. En dat betekent, mijn zoon heeft autisme. Mijn man vindt heel veel prikkels heel erg ingewikkeld. Dus het sociale leven wordt ook gewoon steeds iets minder. Te veel tegelijk, dat wordt gewoon ingewikkelder. Dus we moeten daar gewoon mee rekening houden. En ik moet daar ook mee leren rekening houden. Ja, dat betekent dat we gewoon in een gezin zitten waar niet al te veel prikkels zijn. Waarbij zo'n week als afgelopen week vindt mijn gezin echt niet tof. Nee, dat begrijp dat ik. Is, met ook allerlei die dat knallen gehad, en toestanden. Kerstdiners en met veel mensen. Het is wel klaar zo. Het is wel graag weer gewoon naar school. Wij zijn ook bijna klaar zo. Want we hebben maar een half uurtje met één op straat, helaas. Ongelooflijk fijn, Annette, dat je bij ons in de bus wilde zitten. Annette Stekelenburg. Ze is niet alleen van de sprekende mantelzorg. We hebben ook een oproep gehoord van een ongelooflijk sterke vrouw die zegt: laten we dat familiebudget mogelijk maken. En ik sta in ieder geval volledig achter je. Ik zou het geweldig vinden als wij met al die dure betaalde mensen door dat systeem gegenereerd daadwerkelijk mogelijk kunnen maken wat jij graag wil, namelijk de menselijke maat. Waardoor jouw gezin als gezin bij elkaar kan blijven. En je verdient eigenlijk een ongelooflijk applaus voor wat jij allemaal doet en voor elkaar krijgt. En ook nog zo actief hier. Nou, fantastisch. Zeer veel dank. Dit was 1 op straat. En u kunt het uiteraard nog een keer terugluisteren. Dat kan op 1opstraat@ntr.nl. Blijft u luisteren, want zo direct in 2 dingen spreekt Margreet Rijntjes met oud-voetballer en globetrotter Arie Haan. En nu snel naar het nieuws van 8:30 met Marielle Hageman. NPO Radio 1. De Griekse regeringspartij PASOK valt uiteen. Oud-premier en PASOK-prominent Papandreou split zich af. Met zijn Beweging voor Verandering wil hij meedoen aan de verkiezingen op 25 januari. Hij neemt een aantal PASOK-parlementariërs en partijleden mee. Papandreou was premier van 2009 tot en met 2011, toen Griekenland op de rand van een faillissement stond. De Spaanse prinses Cristina gaat in beroep tegen de uitspraak dat ze terecht moet staan voor verduistering. Op 22 december besloot de rechtbank dat ze zich moet verantwoorden in 2 fraudezaken tegen haar man. Cristina raakte betrokken bij de zaak doordat ze in het bestuur zat en mede-eigenaar was van een bedrijf dat geld wegsluisde. Italië gaat er nu vanuit dat na de brand op de veerboot Norman Atlantic hooguit 15 mensen worden vermist. Eerder dacht Italië dat 98 opvarenden werden vermist. De openbaar aanklager heeft met een aantal onderzoekers rondgekeken op het schip in de haven van Brindisi. Griekenland zei eerder al dat veel opvarenden dubbel waren geteld. Het aantal autoshowrooms in Nederland halveert de komende jaren, verwacht brancheorganisatie BOVAG. De consument wil op een andere manier auto's kopen. Hij of zij oriënteert zich eerst op internet en wil dan online communiceren over de aanschaf. De BOVAG verwacht overigens geen groot banenverlies, omdat ook bij de verkoop via internet personeel nodig is. En dat is nieuws op dit moment. NPO Radio 1.